Welkom terug, trouwe kijkers en welkom nieuwelingen op mijn YouTube-kanaal. Deze keer een Toyota Supra uit 1993 met een 3 liter V6 of een 6-cilinder. Kan gewoon een inlijn zijn ook, dat weet ik niet 100% zeker, dus dat zou ik moeten checken. Wat moet er gebeuren aan deze fraaie witte Unilak Supra uit 1993? De beide zijruitjes, glaspolijsten, er zitten in de bestuurderskant heel veel krassen in het glaswerk, waar ik ga trachten minimaal 80% eruit te halen. Want het is namelijk zo dat deze ruitjes, met name de bestuurderskant, zijn niet meer leverbaar. Dus als die kapot gaat, dan heb je volgens mijn gevoel als Toyota Supra-eigenaar een uitdaging. Want de ramen worden ook niet meer gemaakt. De andere kant, de bijrijderskant, want het is een rechtsgestuurde auto. Bijrijderskant zitten ook krassen in, alleen wat minder erg als de bestuurderskant. Maar goed, dat is logisch. Vaak gaan deze ramen eerder open als een bijrijderskant. En daarnaast, mocht ik nog tijd over hebben, dan ga ik de wagen nog even wassen. Ik heb hem, hij is zo super laag dat ik heb hem over de brug heen kunnen krijgen. Ik heb aan beide kanten vooraan nog 5 mm over. 5 tot 4 mm over. Dus hij past precies. De raampjes had ik gisteren al schoongemaakt, want de auto is gisteren afgeleverd. Ik ga nu de wagen afplakken, uiteraard mijn spullen bij elkaar zoeken. En dan laat je uiteraard natuurlijk even de schade zien wat in het glaswerk zit. En op basis daarvan ga ik mijn werkzaamheden doen vandaag. Vind je het leuk om de vlog te volgen of af te kijken? Dan zou ik zeker zeggen, stay tuned. Als gezegd, laat ik je de schade even zien in het glaswerk. Het glaswerk is schoon, dus kijk al, hou het lichtbolletje wat ik neergezet heb in de gaten. En dan hebben we een kaal loofstukje en daar komt hij. Oh, ga ik in mijn eigen schaduw staan van het lichtje. Dat is niet handig. Dus ik ga hem even eroverheen, kijken of dat beter werkt. Oh. Ja. Kijk. Deze krasschade, even niet door het licht heen, zit in het glaswerk. En als glaspolijster werken wij minimaal tot 2 vingers breedte in het glaswerk. Dit heeft te maken met het spanningsveld van glaswerk, waar aan de randen je het minst kan sleutelen. Zeker als je moet na het schuren en het uit moet polijsten. Ja, kijk, dit is behoorlijk. Ik ga even kijken of ik hem van de andere kant neer kan zetten. Dus ik zet de camera even uit en ga ik het beeld even verplaatsen. Kijken wat te zien is vanaf de andere kant. Moment. Het licht even aan de andere kant neergezet. Dat is wel zo handig. Kijk, nu kun je heel goed zien waar de schade zich bevindt. Op basis van de lampen die ik aan de overkant neergezet heb. Aan mij de taak om dit zo acceptabel mogelijk te maken. Waarvan ik zeg, ik garandeer 80% en ik ga uiteraard hoger. Zover het materiaal het nog toelaat. Dat is wel heel erg belangrijk. Dit is de schade aan de bijrijderskant. Zie je, die is veel minder erg als de bestuurderskant. Even het lichtje, zorg dat het licht is, anders heb je geen reflectie. Eerst maar even de auto afplakken.
Omdat de Supra zo laag is, heb ik geen ruimte om de carrosserie op te tillen via de poetsbrug. Dus ik moet het even op de knietjes doen. Zo gaan we even de hele auto afplakken. De eerste ruit is klaar. Ik heb denk dat ik toch gauw 95% van de krassen eruit heb. Op een klein randje na, hier precies in de bocht waar ik niet bij kan komen. Jammer genoeg, want dat had ik zelfs 97% kunnen halen. Maar goed, wij garanderen sowieso 80%. Dus alles wat ik er meer uit haal is meegenomen. Voor een bizar slechte ruit vind ik hem onwijs goed geworden. In de 12 jaar dat ik nu bezig ben, ben ik nooit arrogant geweest in de werk wat ik doe, maar... Dit vind ik voor mezelf wel een schouderklopje waard, van hetgeen wat ik hier neergezet heb. Voor zo'n slechte ruit. Ik vind hem netjes, heel netjes. Maar goed, je mag jezelf best ook wel een keertje in de veer in je kont stoppen, toch? Dat zeg ik altijd maar. Deze kant is klaar, deze kant is schoon. Ik ga nu naar de andere kant. Ook daar zal ik een stuk moeten schuren en uiteindelijk op glans polijsten. Want er zit net een hoogte van deze hoogte. Daar zitten er een paar lange diepen. Ja. Dus naar de andere zijde. Deze ruit heb ik inmiddels al geschuurd en ik ben begonnen met het polijsten. Want ja, alles in kaart brengen heeft op zich weinig zin. Het gaat meer om het eindresultaat en uiteindelijk een tevreden klant. Wat ik al gezegd, ik heb groot gedeelte van de ruit geschuurd. Want er zaten hier aan deze kant zaten de meeste en de diepste krassen. En nu is de kwestie van uitpolijsten en op glans brengen. Dus daar gaan we nu druk mee bezig zijn.
bijrijderskant is ook klaar. Daar heb ik 95-97% van de krassen eruit. Alleen wat ik ook al eerder heb aangegeven en gezegd, is dat we houden ongeveer 2 vingertjes afstand in verband met het kunnen uitpolijsten of uitschuren, uit kunnen schuren en uit kunnen polijsten van het glaswerk. Dus er zitten hier en daar aan de randjes zitten nog een aantal verticale krasjes en hier in de hoek hier nog wat verticale krasjes en voor de rest is die strak. Ik ga het plastic even weghalen en dan ga ik met een ander product of een ander materiaal ga ik hem nog even op glans polijsten zodat ik ook mijn andere schuurpolijst middelen eruit krijg in de kleine putjes, gaatjes, kietjes, dat soort zaken. Zodat ik hem weer helemaal compleet schoon heb. En dan ga ik nog even de auto wassen. Want er zit hier en daar toch wel wat glaspoederstof op de auto. En dan zit voor mij bijna het hele verhaal erop. Maar goed, ik ga eerst even opruimen. Glaswerk nog even op glans, verder op glanspolijsten. Ga ik hem even wassen en dan kom ik nog even bij terug. Dus ik zou zeggen tot straks. De Toyota Supra is klaar. Beide ramen gepolijst of geschuurd en gepolijst. Waarvan deze 95% en die 97% krasvrij is. Daarnaast heb ik op verzoek van de klant nog even de auto gewassen. Dan rest mij eigenlijk nog alleen de beelden even te laten zien van de ramen aan deze kant en het raam aan die kant. En dan zou ik weer zeggen, wederom bedankt voor je belangstelling. En wellicht zie ik je in de volgende video. Vind je het leuk om het te volgen? Zo zie ik eruit van de achterkant. En op social media heb ik Instagram, YouTube kanaal, LinkedIn waar ik af en toe mijn website en mijn Facebook pagina. Dus wil je me volgen? Heel graag. Abonneer op het kanaal? Heel graag. En wellicht zie ik je tot de volgende video. Ciao. Zoals gezegd, je krijgt van mij nog even de beelden zoals het glaswerk nu is. Bijna 95% krasvrij. En dan heb ik het namen, en daar ben ik gewoon heel eerlijk in, hierboven in het randje, waar ik niet bij kan, vanwege de holling in de deurstijl. En ik hoop dat dat te zien is. Ja, als je bovenin kijkt, dan zie je nog heel lichtjes wat, zie je dan wat krassen zitten. En daar kan ik gewoon niet bij, omdat ik te maken heb met spanningsveld van het glaswerk. En daar kan ik niet te veel aan tornen. Goed, ik loop even naar de overkant. En ook deze kant is 97% krasvrij. Wat een verschil, al zeg ik het zelf.